En wij hebben zoiets van, we vinden het dan veel plezieriger om... om zaken op te lossen. En dan zo af en toe komen ze op de tv om dan maar weer eens de boodschap uit te dragen. Maar het, er kan heel veel verbeterd worden. Maar als je nagaat dat er ieder jaar ongeveer 17.000 tot 20.000 mensen overlijden aan medische fouten en medicijngebruik. Daar wordt nauwelijks aandacht aan besteed. 17.000 tot 20.000? In Amerika, ieder jaar wordt 250.000 Amerikanen omgebracht door medicijngebruik. Omgebracht? Ja. Niemand maakt zich er druk om. Het zijn gewoon keiharde cijfers. En die paar moorden, daar wordt dan een hele hoop aandacht aan besteed. Maar de grote lijnen, die zien wij als maatschappij gewoon. Die zijn wij uit het oog verloren. U bent niet de eerste die dat zegt hier aan tafel. Hè? We hebben ook nog een patholoog arts gehad die dat ook zei. Die zei, luister, we hebben te veel overlijdenszaken die worden geschoven onder het hoofdstukje natuurlijke dood. Ja. Wat het niet is. Nee. Dat bevestigen jullie dus op die manier. Daar ben ik helemaal mee eens. En dus in Nederland zegt u 17.000 tot 20.000 zaken per jaar? Nee, 17.000 tot 20.000. 17.000 tot 20.000. En in Amerika? Een kwart miljoen. Een kwart miljoen, ieder jaar. Maar heel even, want wilt u nou zeggen dat er 17.000 mensen worden omgebracht door medicijn? Medicijn en fout medisch handelen, ja. En we gaan gewoon over tot de orde van de dag. Alleen het medicijngebruik al. 1 op de 10 mensen in Nederland die zitten aan psychoactieve medicatie. Wij zijn nu in Nederland omdat ik moet getuigen in zaken waar moeders hun kinderen ombrengen onder invloed van de medicatie. Daarom zitten we hier ook, omdat we toch die boodschap uit willen brengen, zoals wat er in jouw geval gebeurt. Mensen krijgen psychosociale problemen, kunnen niet meer slapen. Dat is ook wat er met James Holmes gebeurde. Echtscheidingsproblemen, allemaal dingen die tot het leven behoren. Ze gaan naar de huisarts. De huisarts zegt van, nou, het is belangrijk dat je slaapt. Ze krijgen een slaapmiddel. 10 tot 30% kan het niet omzetten. Vervolgens krijgen ze grote schommelingen. Worden ze gediagnosticeerd als depressief. Krijgen antidepressiva en komen er nooit meer van af. Het is zo verslavend, die medicatie. Het is makkelijker om van heroïne af te komen dan van een antidepressivum.